bij elkaar? Ja. Ja? En is dat voor een hond? Dat werd voor de hondje belangrijk, ja. Serieus? Ja, serieus. De hond zit erachterin. Al door al gaat de caravan zo op en neer. Ja. Oh, kijk. Hoeveel zien er toch? Twee. Oh, twee. Kijk. Och, wat leuk. En je ziet nou... En de hondjes die gewoon dan dadelijk in de... Ja, dan mogen ze tussendoor even in, ja. Zullen we dat staan. Wat te gek. En vertel even, wat is er een Montfort te doen? Montfort treffen, oldtimer. Wat is een Montfort oldtimer treffen? Een mot. Mooie knol. Oh, ja, ja. Allemaal mooie tractors en auto's. Vrachtwagens en zo. Hey, waar kent je elkaar van? Mijn vriendje woont een deur langs mij. En niet via de tractors. Ik heb hem moeten besmetten met de tractors. Oh ja? Is dat een werkersboer? Nee. Oh, je is bijna hetzelfde. Dat t-shirt is ooit een keer via gekomen. Zo op een beurs. Die landbouwbeurzen. En wat is dit? Huts, automaterialen. Oké. Ja. Mogen we eigenlijk niet zeggen. Ja. Dus ik moet nou eigenlijk allemaal namen van andere automaterialen bedrijven nemen. Dan zijn ze trucks. Huts, tractormaterialen. Hé, hey, maar dit is hun besmet met het tractorvirus. Ja, ik ging al een aantal jaar. Ja. Dus die is ook van dicht tegen? Die is van mij, ja. En hij heeft zich nu eigenlijk ook. Oké. Want ik zocht zich net optrekken met die combinatie. Nou, man, dan ging je toch een partie roken. Ja, maar dat moet, dat is zo'n aan. Oh, zo. Moet roken, hè. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er zo'n lui zitten te kijken die met het milieu begon zien dat die nou zoiets hebben zo van... Maar die twee keer per jaar. Als wij niet meer leven, dat is dan zo'n zorg. Want de ozon, daar gaat nog wel lang mee. Dus, dat denk ze. Ja, joh. Oh. Het loopt zo ver niet met de ozonlaag. Nee, dat niet. Okay. We zijn hoe ver dat we zijn. Nee, pap. Oh. Ja. We hebben gewoon daar stonden nog een paar. Stonden als die gek nog. Dus je onderweg, God gaat er hier oppikken. Ja, die zien al denk ik wie nog door. Van het budel aan die weer. Ja. En hoe lang doet je erover, denk ze? Twee uur. Gaan we ophangen. Schattig. En wat God je er doen? Daar is treffen, er komen wat stond er 44 man te nu toe. Met vrachtwagens, auto's, ooit tractors, ooit bromfietsen. Ja, oldtimer treffen. En met de camping erbij, vandoor dat de caravan met geeft. Caravan ergens geliend of? Nee. Gekregen van pap en mam. Gekregen van pap en mam? Ja. Dan zijn we vroeger nog met op vakantie geweest. Het is nog een klein menke woord. Ja joh, maar dat is al jaren geleden. Kup zich van de boerderij af? We hebben toespeerjes. Oké, okay. Dus op die manier ben ze ook verdienen ze op een trekker. Nou, dit is eigenlijk de tractor wat opa vroeger heeft gekocht. Och, wat leuk. Als een paar jaar worden toen oud, of ze over hun een hele investering, een hele goede nieuwe tractor toen dat niet. En toen is hij weggegaan naar elk andere, wat ze hier de droeven haaien. Want de vorige dan kapot, die zien we dat gemaakt, maar die zien we het ganse bedrijf hebben die gestopt. En dan krijgen we de kans om een truck te kopen. En opa zegt, ja, wat word ik dan nog met? En toen zeg ik, dan koop ik hem terug. En dan zei ik, truck bij opa in de shop normaal. Hoe dat de vreugde ook stond. En opa leeft nog? Opa leeft nog. Hoe leuk vond opa dat? Hij vindt het geweldig, want heel avond toen pakte hem nog stiekem. Ik heb hem een sleutel gegeven. Hij had een eigen sleutel? Ja, ik heb hem een sleutel gegeven. Wat leuk. En heel avond toen pakte hem. En we konden de naam niet meer nemen, maar kent zich dan via het werk ook aan onderdelen? Lastig. Nee. Oké. Okay. En allemaal via internet voornamelijk. Maar duist ze alles zelf? Ah, die was dan van de Harry dan. De ene moet het ook doen. Maar wat leuk dat ze die passie dan kan delen nu ook, hè? Ja joh, en de ergernis. Ja, vertel, wat is de ergernis? Nou, we waren net gewoon nog wel op weg en dan... Ja, sprak de leegballen af. Dus konden we dat even maken. We hebben de hef nog kans om te aanpassen, want hij functioneert nog maar wie dat het moet. Maar nu duidt er dus goed. Dus nu moeten we de mond voor geraken. Diesel erin en je. Hey, en wat ze, hoe laat ziet je vertrokken? Nee. Ja, misschien van helgen af. Oké. Okay. Dus, we hebben hier dag nog wel een twee uurtjes. Ja, op de een of andere manier hebben we iets, Rudy, we hebben iets met helden vandaag, hè?
Ja. Ja? Ook al stonden we nu weer neer. Het, ja. We hebben vanmorgen al twee afleveringen in Helden opgenomen. En ja, ja het, alsof het zo moet zien. Welk bouwjaar is dit? Dat is van 71. Van 71. Van welk bouwjaar ben je? 92. Aflevering. Hé, hey, maar zien er meer vrienden bij jou goed? Ja. Heb je een vriendengroep? Ja, twee zijn al onderweg. Ja, die komen. Maar die zouden we eigenlijk treffen in Wessen, maar dat halen we nooit meer. Och, Kito. En van wie zien de hund? Van dig? Of van dig? Nee, van mij is het toestek en we niet metnemen. Woont je al samen of nog niet? Nee, we zijn een stukje verderop zitten dan bouwen. Dus dat gaat komen. Langs de weg heen? Ja, het houden dat ze die weg als ze dadelijk de kan doen, kijk, ze hebben die wegversmalling en dan is ze spant op je lood. En hoe lang kent je elkaar? 2 jaar. Ja. En dan ben je toch redelijk zeker van de zaak als ze samen moesten bouwen? Ja, ik word al mee bezig van tevoren. Met eigen hoes? Ja, met papa en mam. Dus, hoe met papa en mam? Ja, papa en mam daar bezig? We zitten met bedrijf en ik wil een gedeelte overnemen, maar mijn zus wil een gedeelte overnemen. Ja, we moesten ook een locatie hebben. Mijn zus wil naar de locatie dat ze zitten. En dit hij papa en mam ook te grond. Met bouwvergunningen. Wat is het voor een bedrijf? Sperjes. Ja, maar toch niet het ganse hier door, of al? Nee. Maar langs de werktobie is dat goed te combineren, ja. Is er nog geld te verdienen in de sperren? Als het goed is, wel. En als ze het goed wil doen, wie moest ze het dan doen? Zorgen dat ze goed producten afleveren. En ook vaste klantje, wat hebben we momenteel? Ik meen 18 restaurants in Maastricht, dat we vast aan leveren. Ah. Dus, en maar ik heb je even goed ook nog aan hoes? Ja. En ik heb altijd het gevoel dat het aspergeseizoen ieder jaar weer korter wordt. Lekker aan het weer. Dit jaar wordt het vrij vroeg. Het hebben dit jaar eerst 26 maart. Twee dagen na die 40, de zondag. En vorig jaar wordt het, wat is het geweest, half april. Ja. Lekker aan het weer. Ja, meestal steken ze tot begin juni zoiets. 24 juni. Oh, oké. Okay. Jan. Ja. Goed. God, je dat redden dit jaar, omdat het al zo goed, zo vreugd. Maar jawel. Ja. Hey, je kent elkaar. Oh, hallo. Ik zal even zwaaien. Voor de Facebook in je neer misschien. Oh god. Maar, hoe heb je elkaar leren kennen? Waar was dat? Hij woonde een dorp langs ons. Dus dat is niet zo ver. En dat is in? Burgenum. Ik woon eigenlijk in Eer. We hebben bedrijf in Elje. Nee, ik kom nu Burgenum. Dat is nog geen 5 kilometer van elkaar af. Ja. Veer. Maar ja, toen had je hier nog geen tractor. Nee. Op welk moment heb je elkaar ontmoet dan? Of koos je de man van zien? Ja, zo. Tegenkomen en zo. Ja. En met huntjes. Met de huntjes. Ik ben hier helemaal... Van de dierenafdeling. En hij heeft super, super lief hondjes. Wat is het allemaal zoiets? Nou ja, wat zien het? Zien het allebei herders? Nee, een Mechelen en een Rottweiler. Oh, dat zien... Zijn liever. Ja? Zijn niet al lief. Ja. Mocht ze wel aaien. Anders mochten ze er niet met, hè. Anders heet dat niet. Wat moest ze nou hebben? Diesel gewoon? Diesel, ja. Ja, benzine. Welke lubber benzine dan? Geen, de aggregaat. Wat heb je allemaal bij jou dan? Een caravan en een heel hok vol rotzooi. Stil, tof. De aggregaat moeten we dadelijk ophalen bij Jurtoes. Je moet er wel een bier genoeg eten. Ja, want wie komt ze het weekend door dan? We hebben een barbecue aan. Koelkastje zit er in de. Ja, joh. Nou, en die anderen die hebben ook een keulkast. En die hebben de hele bier. Dus. We hebben gisteren samen boodschappen gedaan met hun. En dan, allemaal wat beelappen? Ja. Wat zullen de kosten zien per pp voor dit weekend? Eten en drinken, maar wat ze in de winkel horen, weet ik niet. Toen boodschappen gedaan. Wat zijn we kwijt geweest? Die dingen 60 euro op. Je voor VR, 5 man. Dus dat valt nog wel met. En dan één keer per jaar naar Monfort en... Ha, één keer in de 2 jaar is Monfort, toch? Ja. En ieder jaar is HMT, Panningen. Oh ja, ook Corbi. Ja. Corbi, voor ons zeker. Dan hoeft niet alles meer. Nee.
En dan hup ze nog Altweer, maar ze eigenlijk gaat ver. Altweer te rijden. Maar dan weet ik nog niet wat nou het eerste moment was dat je elkaar echt... Wat is het eerste moment bij de beek? Ja. Maar dat heeft nog niks met tractors te maken. Helemaal niks. Maar is dat een café of is dat nee, een beek? Nee, langs de beek. Dat ze met hun lups. Okay. En dit komt van Burger naar Maaf? Ja. Ik was net bij een collega geweest. En dit van Neer? Ja. En wie ging dat dan? Wie heet dan die? Prots, ja. Ja? Prots sowieso. Dan heeft ze toch een eerder dorp dat ze met iedereen af Prots onderweg. Ja, en als dat klikt. En wie heeft dan die eerste stap gezet, hè, eigenlijk? Of ging dat gewoon vanzelf? Dat ging vanzelf. Ja, dat zien meestal de beste relaties, ja. Ja, dat moet dingen maar vanzelf gewoon. Ja, ja, dat moet kiezen van... Dat moet vanzelf gewoon, anders is het nog niet goed, ik weet toch? Niks vragen, ja. Dat is op een gegeven moment steeds op zo'n punt. Nou ja, dan is het toch wel. Klaar. En wie ziet je... Wanneer iemand hoest klaar zien? Eind dit jaar. Rond de kerst. Toch? Ja. Leukste doel om te stellen. Hoe zit je de toekomst? Huisje, boompje, beestje. Ja, toch? Ja. Dig ook? En tractor. Huisje, boompje, beestje. Ja, ja. En tractor. Ja, en tractor. Ja, het is een soort van hoes. Ja, maar... ja, het is een soort van hoes. En je moet nou nog allebei gewoon toes. Ja. En jongens, veel plezier. Ja, jij ook. Succes. We gaan even tanken en dan...